onder in je buik kijk, dan zie ik daar het hoofdje van het kindje. Mm-hmm. Het was natuurlijk voor die tijd ook al spectaculair, dus het is wel een hele bijzondere foto natuurlijk. Ja. Hè? Het was echt een echo om te kijken of het goed ging. Ik heb geen echo van Petra, omdat er helemaal geen aanleiding toe voor was. Het was allemaal goed, dus er werden ook geen echo's gemaakt. Ja, het leek alsof ze een goed nieuws heeft, ja. Maar dat ga ik nog wel bij, denk ik. Ja, dat hoop ik voor je. Neusje, de mond en de kin. Ja. Het kindje ligt een beetje met de kin op de borst. Ja. En dan zie je hier prachtig het hartje van het kindje kloppen. Dat ga ik je laten horen ook. Oh. Mooi, hè? Je ziet dan toch wel dat tegenwoordig dat je heel veel meer duidelijk in beeld hebt, hè? Ja, veel meer contrast. Het profiel en de vuistjes, dus echt veel meer details ook. Ja, heel groot verschil. Prachtig, Daf. Het lijkt echt wel op die lipjes. Ja. Het neusje. Nou, dat is gelukkig wel mijn neus en niet je Robert. Ja, dat is jouw neus. Kijk, zo'n beenje en een voet. Zie je dat? Zo. En dan draait het hoofdje naar ons toe. Net zo van, hé jongens, hier ben ik. Ik ben een beetje overweldigd door de beelden, omdat ik eigenlijk niet had gedacht dat het zo mooi scherp te zien zou zijn. Ondanks dat je er voelt nu en bevestigd krijgt dat ze er zit, vind ik het altijd weer spannend of alles wel goed is. Snap ik. Ik was wel een beetje gespannen, want ik vind het altijd toch wel fijn als ik als gelijk dan zeg maar al te horen krijg, nou het hartje klopt lekker door en alles is goed. Dat vind ik toch eigenlijk wel het belangrijkst. Ja, bijzonder dat ik erbij mag zijn. Is het wel waard om het gewoon samen mee te maken. Het is gewoon een mooi moment en ik vind het heel fijn dat ik dat met jou mag delen. Lief.